rode hoek heen. Is het openbare waarschuwing voor het maken van verboden techniek. Einde van de eerste ronde. Einde van de tweede ronde. Van deze geef ze allebei een applaus, dames en heren. Shunja en Salah Eddin. En de winnaar in deze partij, dames en heren, is natuurlijk de man uit de rode hoek. Salah Eddin Yahyaoui. En nogmaals ook even een sportief applaus voor zijn tegenstander Shunja Faizi.